Afgelopen week is bekendgemaakt dat twee atletes uit Namibië worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Zij voldoen niet aan de testosteronregels van het evenement. Hoe zit dat precies? Christine Mboma en Beatrice Masilingi hebben zich geplaatst voor verschillende loopafstanden. Maar de Internationale Atletiek Federatie, World Athletics, vindt dat zij verdacht goed presteren. Daarom heeft de organisatie ze opgedragen mee te werken aan medisch onderzoek naar hun geslachtskenmerken. Uit deze testen blijkt dat het natuurlijke testosteronniveau van beide atletes hoger ligt dan is toegestaan. Ze mogen daarom toch niet meedoen aan de 400 en 800 meter, ondanks dat er geen sprake is van doping. Eerder overkwam Caster Semenya hetzelfde. Deze Zuid-Afrikaanse atlete mag bij atletiektoernooien ook niet meer meedoen bij de 400 meter. Ook haar testosteronwaarden zijn te hoog volgens de Internationale Atletiek Federatie. Atletiek heeft een lange geschiedenis van het uitsluiten van vrouwen die goed presteren. De lijst met vrouwelijke topsporters die uitgesloten worden door deze discriminerende regels begint dan ook lang te worden. Zo zijn topsporters Annette Negesa uit Oeganda, Francine Niyonsaba uit Burundi, Margaret Wambui uit Kenia en Dutti Chand uit India in de afgelopen jaren uitgesloten van competities. In Nederland werd Foekje Dillema al in 1950 uitgesloten, omdat zij niet vrouwelijk genoeg werd bevonden. Ook zij had waarschijnlijk een van nature hoge testosteronwaarde. Sportorganisaties zeggen dat deze vrouwen pas weer mogen meedoen als zij hun testosteron met geneesmiddelen of een operatie laten verlagen. Voor alle duidelijkheid, dit gaat over gezonde vrouwen, die als vrouw zijn geboren, als vrouw zijn opgevoed en tot aan de testen niet eens wisten dat zij van nature een hoog testosteronniveau hebben. World Athletics stelde de testosteronregels op naar aanleiding van onderzoek uit 2017. Dat concludeerde dat een hogere testosteronwaarde een voordeel oplevert ten opzichte van andere sporters. Maar onderzoek uit 2019 laat zien dat die conclusies onbetrouwbaar zijn. Toch gelden de discriminerende regels nog steeds. Kortom, vrouwen mogen in de topsport niet een hoog testosterongehalte hebben. Maar is dat wel eerlijk? Het lichaam van ieder mens is anders. De een heeft lange benen, de ander een grote longinhoud. Dit soort lichaamskenmerken hebben allemaal invloed op sportprestaties. Toch zijn er geen regels over longinhoud of verplichte operaties om te lange benen korter te maken. Beenlengte en longinhoud kunnen een voordeel opleveren in de topsport, maar dat wordt niet als een probleem gezien. De hoeveelheid testosteron in iemands lichaam wordt wel als probleem gezien. Er wordt gedacht dat mannen altijd een hoge testosteronwaarde hebben en vrouwen altijd een lage testosteronwaarde. En dat de hoeveelheid testosteron veel invloed heeft op sportprestaties. Toch klopt dit niet. Ieder mens heeft een eigen set geslachtskenmerken. Twee van die kenmerken zijn dat de hoeveelheid testosteron en de gevoeligheid voor testosteron per persoon verschillen. Ongeacht seks of gender. Behalve dat er grote verschillen tussen mannen en vrouwen onderling zijn, komt het ook voor dat sommige vrouwen hogere testosteronwaarden hebben dan sommige mannen. Nog belangrijker is hoe je lichaam omgaat met het testosteron. Dat is bij iedereen anders. Zo zijn er vrouwen met hoge testosteronwaarden die niet goed presteren in sport, terwijl veel mensen juist verwachten dat zij zullen uitblinken. Het omgekeerde komt ook voor. Prijswinnaars kunnen een verbazingwekkend laag testosterongehalte hebben. Een hoog testosteronniveau leidt dus niet automatisch tot betere sportprestaties. Dat mensen testosteronwaarden zo belangrijk vinden, komt waarschijnlijk door het idee dat de hoeveelheid testosteron bepaalt hoe mannelijk iemand is. In werkelijkheid is testosteron maar een klein onderdeel van een groot systeem van hormonen, genen en andere geslachtskenmerken die je seksen bepalen. Je geslachtskenmerken bepalen bovendien niet of je mannelijk of vrouwelijk bent. Daarvoor bestaan geen laboratoriumtests. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat deze vrouwen gewoon een hoog testosterongehalte hebben. Dit zou net zo gewoon moeten zijn als andere atleten lange benen, een grote longinhoud of een supersnel herstellend lichaam hebben. Door allerlei misverstanden, slecht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke ideeën over geslacht
worden vrouwen met een hoog testosterongehalte ten onrechte uitgesloten in de topsport. Deze vrouwen krijgen vaak ook nog eens te maken met geslachtstesten en medische behandelingen die hun mensenrechten schenden. Het is hoog tijd dat de topsport inclusief wordt voor iedereen, zonder dat mensenrechten geschonden worden. Misschien is het wel beter om mensen te verdelen op basis van talent, inzet, leeftijd, conditie, financiële ondersteuning, beenlengte en longinhoud. Maar vooral moeten we accepteren dat topsport altijd wel een beetje oneerlijk is.